Goedemorgen iedereen, fijn dat jullie erbij zijn, fijn dat jullie aan het kijken zijn naar deze gloednieuwe vlog. Mijn naam is Loran en ik ben hier een ontbijtje aan het klaarmaken voor mezelf. Een lekker ontbijtje met een koffietje, we hebben hier een beetje cornflakes, we hebben melk voor beide cornflakes, water en ik heb daarvoor een glas hier ook klaargezet, dus dat moest ik even pakken, dat was toen. En toen dacht ik plots, maar wacht eens, we zijn al dagelijks vloggen, waarom pak ik de camera er niet bij? De afgelopen dagen heb ik iets minder content opgenomen, dus ik dacht, kom, we gaan nog een keer de camera erbij pakken. Fijn dat jullie erbij zijn, fijn dat jullie aan het kijken zijn naar deze gloednieuwe vlog. Vergeet zeker niet even te liken, vergeet zeker niet even te abonneren. We zijn super dicht bij de 800 subs, dus dat is een doeletje dat ik graag wil halen. Uiteindelijk natuurlijk, als ik de 1000 subs zou kunnen halen, dat zou super geweldig zijn. Dat is eigenlijk nog maar 200 en een beetje subs te gaan. Bon, alleszins. Het is nu 12 september, dus deze vlog komt online op 15 september. Dan is het nog 2 dagen voor de halve Ironman. Dit is raceweek, dus ik ben echt even aan het opletten wat ik ga eten en zo. Hoe dat ik het ga aanpakken. Rustig nog een beetje trainen, dat ga ik ook straks gaan doen. Ik ga straks namelijk gaan zwemmen en gaan lopen. Heel kort gaan lopen, een half uurtje, 40 minuutjes. Dus ik ga zien hoe ik mij voel. Of dat ik geen last heb van de onderkant van mijn voet. En ik ga ook even gaan zwemmen. Dat ga ik ongeveer 3 kwartier doen. Zwemmen 3 kwartier, 50 minuutjes in het water. Nog een keer goed wat lengte zwemmen. Ik ga proberen 2500 meter te zwemmen. Ik hoop dat het niet te veel volk in zwembad gaat zijn. Maar normaal gezien, als ik nu ga, dan gaat dat wel meevallen. Dan zijn er meestal alleen scholen. Want het is dus een dinsdag vandaag. En dan is het school voor iedereen. En het is niet dat de mensen dan tijdens hun werk naar hier komen. Ik ga vanmiddag dus met de vrienden van Nolwenn ook gaan afspreken. Dus dan kan ik ook niet trainen, want dat is wel tot vanavond. En dan, Nolwenn, niet alleen met de vrienden van Nolwenn, maar met Nolwenn ook. En dan komt Nolwenn vanavond naar hier. En ik moet natuurlijk gewoon de vlog nog afkrijgen voor vandaag, die vandaag online moet komen. Dus dat komt er ook nog sowieso aan. Maar ik ga eerst niet wat met een beetje voordat mijn koffie koud wordt. En dan ga ik hier even lekker van genieten. Dus smakelijk iedereen. En ik zie jullie zo als ik ga gaan trainen. Mijn snor is inderdaad trouwens weer aan het groeien. Mijn baard ook, moet ik nog een keer scheren. Maar ik heb er nog niet mee bezig geweest. Mijn benen zijn ook weer lang aan het worden, maar daar ga ik mee wachten tot zaterdag. Dan kan ik dat daar doen. Oké, guys, change of plans een beetje. Je ziet hier mij weer eten, want het is ondertussen 12 uur geworden. Ik heb eerst mijn vlog geëdit, een beetje gewerkt en eigenlijk direct alles in orde gebracht. Ik dacht, ik wil niet dat de vlog te laat online gaat komen en ik heb zo het gevoel dat als ik ging sporten, dat ik niet echt veel meer op de pc ging doen. En dat ik niet veel goesting meer ging hebben om te editen. Dus voilà, direct gedaan, alles in orde gebracht. De vlog staat al ingepland voor vandaag, dus ik kom online. Mijn zwemzak is klaargemaakt. Mijn loopkleren zitten erin. Mijn loopschoenen staan klaar, omdat ik nu ga eten. Dus die boterhammetjes. En dan ga ik vertrekken richting het zwembad. Dan ga ik daar mijn looptraining ook doen. Vandaag staat er op programma 4 tot 5 keer een kilometer, afhankelijk van hoe ik mij voel, aan cruise interval. Dus een beetje sneller dan normaal, maar niet overdreven. Het moet niet moeilijk aanvoelen. Gewoon om zo een beetje snelheid terug, een beetje in de benen te krijgen en zo een beetje wakker te worden. In een taperweek is het eigenlijk belangrijk dat je vooral je volume vermindert, maar je intensiteit wel behoudt, zodat je eigenlijk vers, maar klaar aan de start komt van de wedstrijd. En het is zondag, dus het is een volledige taperweek. Bon, ik heb hier dus mijn boterhammetjes, mijn confituur, een beetje suikers om op te laden om te gaan zwemmen. En om daarna dan richting, rond de loopdinges te lopen. Hè. Daarna kom ik terug naar huis, ga ik mij wassen en maak ik mij klaar om richting Gent te vertrekken. Want om 16 uur moet ik al aan Dok Noord zijn. Dus, let's go. Het heeft trouwens geregend vannacht, dus dat is wel een beetje vervelend. Morgen ga ik dan normaal gezien even wel nog gaan fietsen, maar ik ga nog zien of ik naar Nolwenn ga morgen of niet. Dat hebben we nog niet echt besproken. Voilà, zonder veel zeveren, ik ga eten en dan ga ik straks gaan zwemmen en ik zal jullie wel meenemen. Voilà, tijd om te vertrekken. Sleutel op de deur. Gelukkig is mama met de fiets naar school, dat ik de auto kan gebruiken om naar het zwembad te gaan. Nolwenn is al richting daar, ze gaan eerst nog iets gaan drinken, maar de vriendjes van de meisjes gingen niet mee. Allee, van Nolwenn heeft zo'n paar vriendinnen en één van haar vriendinnen, haar vriend, die kwam pas naar O'Leary's. En de andere vriend van een ander meisje, die kwam helemaal niet mee vandaag. Dus dan heeft het geen zin dat ik daar helemaal alleen ben. Nu al. Dan ga ik eerst mijn trainingen gaan doen en dan ga ik straks richting haar mama, haar positie in de auto. Wat is dit? Check deze rug. Damn, waarom zijn al die auto's hier? Ik moet jullie niet werken. Oké, eindelijk. Wat ik wou zeggen, is ik heb mijn loopschoenen vergeten. Dus ik ga gewoon mijn loopkleren aandoen. Dan kom ik thuis straks en ga ik direct mijn loopschoenen aandoen, dat ik niet treuzel, geen tijd probeer te verspillen, dat ik gewoon direct mijn looptraining ga doen en hup, dan zit dat erop. Dat is zo typisch mij, hè, dat ik mijn loopschoenen al vergeet. Bon, dan doen we het wel thuis straks.
Hello everyone, I am back from the swimming. Ik heb 2400 meter gezwommen. Het was eigenlijk goed, ik voelde mij best oké. Maar na de 600 meter, allee, tijdens de 600 meter, de laatste 100 meter, begonnen ze zo het middenstuk dicht te doen. Ze hebben zo een middenstuk bij ons in het zwembad dat ze zo verhogen. En dan kunnen ze daar een 25 meter en een 23 meter deel van maken. En mijn grief ligt altijd aan een 23 meter deel als het toe is. Maar ik was in een 50 meter bad aan het zwemmen. Ik had mijn opwarming gedaan, de eerste 800 meter set. En ik zat toen aan het einde van de tweede, de 600 meter set. Plots waren ze dan naar omhoog aan toe, omdat er dan een school kwam. En die moeten dan plaats hebben. Dus die gaan dan in het 25 meter bad. Dus heb ik de rest van mijn workout nog gedaan in 23 meter gedeelte. Eigenlijk super goed gegaan. Dan heb ik nog, na die 600 heb ik nog een 400 meter gedaan. En gewoon zo om die endurance zeg maar nog wat op te krikken. Mijn duurtraining van eigenlijk die ik in het weekend wou doen, maar die dan niet meer is gelukt, vandaag nog gedaan. Nu moet ik nog één keer gaan zwemmen. Ik ga open water normaal zien doen, of binnen, wat korter, maar dat ga ik nog zien donderdag, hoe dat ik mij voel. Ondertussen zag ik ook het nieuws dat Nathan van Hooijdonk een zwaar ongeval heeft gehad. Dus Nathan, ik hoop dat dat er niks ernstig gaat zijn en dat het niet gelijk tijl gaat zijn, dat we dan binnenkort het nieuws krijgen dat hij jammer genoeg is overleden. Maar laten we positief blijven en hopen dat alles goed gaat. Dus stay strong, Nathan. Ik ga nu richting huis gaan lopen, want dat moet ik nog doen. En dan ben ik klaar met de workouts voor vandaag. En dan kan ik even nog iets eten en mij klaarmaken om richting Nolwenn te gaan. Want daar moet ik zijn over 2 uurtjes. Dus ik ga mij nu naar huis rappen en dan nog een workoutje doen. Tot zo, hè. Guys, 2 things came in the mail. Dus dat is hier een Amazon pakketje. En je ziet het inderdaad, met batterijen dus in en een ND-filter. En hieronder, dit is het pakketje met gelletjes en zo in voor tijdens de wedstrijd. En met bars, dat ik toch nog wat extra eten heb. Dus let's unbox this. Ik heb de meest random constructie ooit gemaakt. Maar we gaan beginnen met de gelletjes. Ik heb zo'n pakketjes al zoveel unboxed. Ah, dit is trouwens hetzelfde merk van de giveaway van 6D. Dus we hebben de Energy Bars. We hebben Energy Gels. En we hebben gelletjes met cafeïne, met cola smaak. Die heb ik nog nooit geprobeerd eigenlijk met cafeïne. Maar ik ga die eens testen tijdens een training. Om te zien dat mijn maag daar niet te hard op reageert. Want guys, nooit tijdens een wedstrijd. En zeker niet tijdens een halve Ironman. Waar ik er maar eentje doe tijdens het jaar. Zeker geen dingen testen. Qua voeding, dat je nog nooit hebt gedaan. En zelf qua andere dingen ook niet. Doe alleen maar dingen dat je zeker weet dat werkt. Want als dat bijvoorbeeld heel slecht bevalt op je maag. En je moet beginnen kotsen of zo. Of je krijgt steken in je maag. Dan moet je dat natuurlijk niet nemen tijdens wedstrijd. Allee, of je moet je maag tenminste trainen daarvoor. Dus ik weet dat deze sowieso werken. Dus die hou ik sowieso. Die energy gels. En deze ga ik misschien nog een keer testen tijdens een training morgen. Van het fietsen. En misschien een keer tijdens de looptraining of zo. En dat zijn zo wat bars dat ik ook tijdens trainen kan gebruiken. En tijdens de triathlon dat ik toch wel iets heb om te eten. Voilà. Toevallig dat net was toegekomen. Ik kreeg een melding als ik in het zwembad, als ik uit het zwembad kwam, dat de postbode ging komen tussen een bepaald uur. En dan ging ik in mijn auto gaan zitten. En toen kwam erop dat het al geleverd was. Dus voilà. Dat zijn de batterijen. Weer van Smalrik. Dat is hetzelfde merk als de case die zo nu rond de camera zit. Voilà. En de ND-filter van KNF Concept. Ik denk, dat was normaal gezien een bekend merk. Ik heb daar veel reviews van gezien en normaal zou dat wel goed moeten zijn. Het is mijn eerste keer dat ik zo'n ND-filter heb. Voor de mensen die de andere vlog niet hebben gekeken waar ik het heb besteld. Dat is een soort van zonnebril voor een camera. Kijk, en hier kun je dan aan draaien. En dan kun je meer of minder licht toelaten. Dus ik ga dat even erop zetten straks. En natuurlijk de lader. Ik dacht al, er zit geen kabeltje bij, maar dit is het kabeltje. En dan kun je de batterij er zo insteken. Ah, dat is wel handig. Kijk, je kunt dat hier zo in verwerken. Langs de achterkant, daar zat je kabeltje. Kijk, en dan is er hier een stickertje. Ach, nice. Oké, top. Ik zet dat hier terug in. En dan ga ik dat hier een keer gebruiken. Bovenop mijn camera. Even omkleden en dan nog gaan lopen. Please, zeg mij alsjeblieft dat je een verschil ziet met de ND-filter. Ik denk wel dat ik een verschil zie, toch? Ik bedoel, zeker met licht en met de zon bijvoorbeeld. Normaal gezien zou dat toch beter moeten zijn. I actually hope so. Anyways, ik ga mij nu dus klaarmaken om te gaan lopen. Het was leuk om te unboxen. Ik heb de nieuwe batterijtjes ook al in de lader gestoken. Ik ga jullie ook in de lader steken, want jullie hebben ook maar 20%. Dus alles in de lader even, mijn telefoon ook. En dan ga ik gaan lopen. See you soon. See you soon. Ik wou zeggen, zie je zo en see you soon door elkaar. Ik ben thuis aangekomen. Ik heb net gelopen, zoals je ziet. 40 minuutjes. 7,33 kilometer en 4 keer 1 kilometer ongeveer. Dus goed gegaan, cruising interval, het voelde niet lastig, maar het was wel warm.
Dus nu ga ik mijn vlucht klaarmaken, want over 20 minuten moest ik eigenlijk al in O'Leary's zijn, aan Dok Noord. Dus ik ga mijn haast de vlucht wassen, kleren aandoen en richting daar vertrekken. Ik ga denk ik de camera niet meenemen, want ik heb die mensen eigenlijk nog niet echt veel gezien de afgelopen paar jaar. Dus het zou raar zijn als ik dat plots de camera op hun gezicht smeet. Dus misschien heb ik wat filmen met mijn telefoon, maar dan gaat je dat wel zien. En vanavond komt dan Holland terug mee, dus see you soon guys. Dag iedereen, we zijn naar O'Leary's geweest. Vond je het leuk? Mm-hmm. En we hebben daar dus iets lekker gegeten. Beetje gepoeld, beetje gebold. Ik ben gewonnen 2 keer. Even tussendoor, ik heb de eerste 3 gooien strikes gegooid. In mijn tweede spelletje, dus ik wil maar gewoon zeggen dat ik goed ben. Voor de rest hebben wij spelletjes gespeeld daar, dan heb ik ook gegeten. Heel lekker gedronken en een leuke avond gehad. Ik heb natuurlijk mijn camera niet meegenomen, want dat is een beetje raar geweest zijn. Maar ik heb al een paar dingetjes gefilmd, zoals je kunt zien. Ja, was leuk. Nu is het tijd om voor ons in ons bedje te gaan. Dus ik wil jullie nog van de vlog. Morgen ben ik er natuurlijk weer bij een gloednieuwe vlog om 6 uur. En zoals ik altijd zeg, ciao, kus.